Ja, ik feliciteer hem. Erik ten Hag naar Manchester United. Ja, fantastisch. Geweldig. Voor ons allemaal ook. Dit is toch hartstikke leuk. Maar, vrienden. Ik wil eventjes mezelf even een klein veertje. Hup, ja, eventjes erin douwen. Ja, ja. Ik verdien een klein veertje. Want ik heb het altijd enorm opgenomen voor Erik ten Hag. Van begin af aan heb ik gezien dat hij een hele goede trainer is. En zeker voor Ajax. Terwijl de kranten, weet je wel, Telegraaf, iedereen was tegen. En het publiek, de fans, die vonden het ook niks. Ten Hag. Maar ik bleef hem steunen. Want ja, de Ajax-aanhang, die vonden hem eigenlijk geen trainer voor Ajax. Dat was te veel een tukker. En daarom gaan we eens even wat oude fragmenten van mij terugkijken. En dan beginnen we op 30 januari 2019. Toen zei ik dit. Dan is Ten Hag bijvoorbeeld is geen Amsterdammer met de Amsterdammer. Nee. 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 Ten Hag komt namelijk daar helemaal uit de buurt van Enschede. Dat is een tukker. Tja. En die zegt geen colaatje. Nee. Die zegt cola, en die zegt amlo, hello, dat zegt hij. En hij is een tukker, blijft een tukker. En die gaat niet Amsterdams populair lopen doen. Daar heeft die man geen zin in. Wie heeft dit teruggebracht in het spel van Ajax? Hij, Ten Hag. Jullie hebben Ajax in jaren niet zo geweldig zien voetballen als nu. Dat is allemaal Ten Hag. Als ik jullie was, hè, in Amsterdam. Jongens. Hé, hey, wees heel blij met die tukker. En dit zei ik op 11 maart over Erik ten Hag. Er is iets heel vreemds aan de gang rond het Ajax. Want in de euforie, hè, over Madrid, en ja, kregen al die spelers, die kregen allemaal loftrompetjes. Ja, Ziyech geweldig en Tadic top en Neres ook allemaal geweldig. En De Ligt en Frenkie de Jong. En dat kon niet op. Eén man. Die werd vergeten. Die kreeg niks tot bijna niks te horen. Ten Hag. Volkomen ten onrechte. En daarom. Erik, voor jou. Hier daar komen ze. Hé. Hey, die heb jij nog te goed. Deze. Hier. Schouderklopjes. Voor jou, Erik. Ja, want je hebt het echt geweldig gedaan. Want jij laat Ajax het mooiste en het beste voetbal spelen van de afgelopen 20 jaar. Dat doe jij. En dit zei ik op 17 april over Erik ten Hag. Toen hij trainer was bij Utrecht, toen zei ik het al. Hij is geschikt voor Ajax. Ten Hag, ja. En toen kwam hij naar Ajax toe. En toen viel half Amsterdam, die vielen zo over die Ten Hag heen. Ze kotsten hem eigenlijk allemaal uit daar in Amsterdam. De Ten Hag kon helemaal niet. Nou, hey, en kijk nu even. Kijk nu even wat er nu gebeurt rond die Ten Hag. En heel langzaam beginnen ze in Amsterdam nu ook te snappen. Oh, misschien hebben we wel een hele goede trainer. Oh, en nu beginnen ze ook overal te schrijven. Ja, we hebben wel een hele goede trainer. We hebben toch wel heel veel aan Ten Hag te danken. Ja, dank je de koekoek. Ja, dat zal wel, ja. Nu sta je bovenaan. Je zit in de halve finale van de Champions League. En je zit in de bekerfinale. En dan kom je er voorzichtig achter dat je een goede trainer hebt. Ja, jongens in Amsterdam. Ik hoor het nog niet. Ik hoor nog niks. Sorry. Gewoon sorry, ja. Jullie. Heel veel van jullie en jullie weten precies tegen wie ik spreek nu en tegen wie ik het heb. Je weet precies dat ik jou bedoel. Sorry gewoon zeggen. Sorry tegen Erik ten Hag. Jongens, moet mij even iets van het hart. Ja, alsjeblieft zeg. Dat gezanik en dat gezeik over ten Hag. Alsjeblieft zeg. Hou even op. Tja. Want nou is het ineens, waarom moet die Ten Hag niet weg? Waarom? Waarom moet Ten Hag weg? Hé, hey, zei je dat ook toen je dat bij Madrid won? En in Turijn, zei je toen ook van, rot op met die Ten Hag. Heb je toch niet gezegd? Niemand zei dat. Dus hou nou nu even je mond dicht. Verdorie, haal dat toch op.
nokken met die handel. Luister even goed. Ten Hag heeft Ajax op de kaart gezet. Ja, en die heeft het voetbal laten zien wat we in jaren niet gezien hebben in Nederland. Dus koppen dicht over Ten Hag.